Palanta is for women because women can bring change in the world by buying less and wearing more. Ik denk dat het heel belangrijk is voor je gevoel van eigenwaarde dat je ook weet wie je bent en waar je vandaan komt. En dat kan je natuurlijk zo ver trekken als je zelf wilt. En ik haal mijn kracht dus heel erg uit inderdaad de wetenschap van de mensen waar ik van afkomstig ben. En hoe zij leefden. Ik denk dat heel erg belangrijk is dat je weet wie je bent. En dat klinkt heel cliché, maar dat is echt heel moeilijk. Er zijn heel weinig mensen die eigenlijk echt weten wie ze zijn en waarom ze iets precies vinden en waar ze vandaan komen. En, dus dat is echt denk ik mijn kracht, dat ik weet wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ik vind een van de mooiste dingen aan vrouw zijn hoe wij liefde kunnen ontvangen en kunnen geven en hoe wij ons kunnen verbinden met elkaar. En gewoon het vermogen om leven te creëren vind ik echt fantastisch. Ik denk dat vrouwen echt insane krachtig zijn. Überhaupt tijdens een bevalling komt er een oerkracht vrij waarvan je denkt, oh wow, dat gevoel neemt niemand meer van me af. En ik heb vrouwen 4 kinderen in hun eentje zien opvoeden en zien werken. En ik denk dat wij vrouwen heel veel aan kunnen. Bewust zijn met kleding. Eigenlijk, ik ben er al best wel vroeg mee begonnen en dan op het gebied van vintage. Vintage draag ik eigenlijk al heel lang. Ik denk al eigenlijk voordat het überhaupt aan het label sustainable eigenlijk werd gehangen. Ik vond het gewoon altijd heel erg tof en ik vond het juist vintage vond ik altijd een mooi aspect om het net even anders te maken en niet casual te laten lijken. En het was een stuk goedkoper dan nieuwe kleding. Dus zo is dat begonnen. Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat ik daardoor dus ook mijn steentje bijdraag aan een betere wereld. Ik wist helemaal niet dat het allemaal zo heftig eigenlijk is voor de natuur. En nu ik dat wel weet, is het dus inderdaad een bewustere keuze dat ik echt vintage koop. En dat ik voor die kinderen ook zoveel mogelijk alles door blijf laten gaan. En wij roleren ook in de families echt met hele dozen vol met kleding. En ik draag heel veel kleding van mijn moeder, van mijn vader. Echt jeans gaan hier echt mee tot weet ik voor hoeveel jaar. Dus dat is echt heel leuk. Maar het blijft toch wel lastig hoor. Want het, helemaal met die kleintjes, als ze dan toch ineens iets nodig hebben. Het is toch vaak goedkoper in de fast fashion business. Dat gaat gewoon, is gewoon veel goedkoper, gaat sneller, gaat makkelijker. Voor vintage kleding voor kindjes moet je toch echt een beetje zoeken en vaak heb je die tijd gewoon niet. Palanta offers all the different clothes for women, including the daily wear. And they're offering monthly subscriptions, giving everyone flexibility that they need based on their budget, lifestyle, and also events that they have planned. And of course, one really nice feature of Palanta is that they are also catering to young mothers. They're offering a unique concept where moms can actually rent the baby clothes. Thanks to Palanta, those moms can then access suitable and age-appropriate clothes for their babies instead of having to purchase them. And I think all of us know that the babies grow up out of those clothes very fast anyway. That, however, doesn't mean that there is something wrong with the clothes and they need to be thrown away. They can be really nicely reused. And Palanta is taking care of that, making it easy for moms to have 8 suitable clothes and save money instead of constantly purchasing new ones. Ik was vroeger echt iemand die elke week de Zara inliep op zoek naar iets. Maakte niet uit wat, ik moest iets hebben. Een beetje zo'n junkie gevoel was dat. En toen verhuisde ik 7 jaar geleden naar Bali, eigenlijk zonder plan en ook zonder geld. En de eerste 3 jaar in Bali was ik echt blut. Als in, ik kon net mijn eten betalen, wat ook inhield dat ik gewoon niet kon winkelen. En dat vond ik eerst heel erg, want ik dacht ik moet wat nieuws hebben. En toen gaandeweg werd dat eigenlijk heel fijn, heel bijzonder. Het gaf me heel erg veel rust, dat niet moeten winkelen. En toen ben ik eigenlijk een beetje zodoende gaan ontwikkelen dat ik 1 keer in de zoveel tijd echt naar iets heel moois ging. En iets kocht waarvan ik dacht, wauw, daar word ik helemaal gelukkig van.
en verder niks. En ook heel veel kleding wegdoen. En dat is voor mij het begin geweest van anders daarmee omgaan. Ik gooi sowieso nooit kleding weg. Dus ik geef het altijd weg aan iemand die er blij van wordt. With Palanta, you can also find your personal style. You can experiment with new brands, new styles by renting, and you don't have to purchase the clothing. You will also save fashion waste. Kids grow in a blink of an eye, so their clothes will only last for a moment. Why spend so much money on new clothes? Het concept vind ik absoluut briljant, omdat ik me ook voor kan stellen dat je toch wat nieuws wil. En zeker voor mensen die niet zo goed zijn zoals ik in tweedehands shoppen, is het echt een uitkomst. En ik denk ook zeker voor moeders, als je kinderen hebt en die groeien er zo snel uit. En ik vind dat zo zonde. Ik geef wel altijd mijn kleding door en ik krijg ook wel weer veel kleding, maar toch is het ook wel leuk om af en toe iets nieuws uit te kiezen. Ik ben ook heel erg gevoelig voor trends, alleen kan ik daar gelukkig een vertaalslag naar maken. Door ook gewoon, als ik iets tofs zie, kan ik het toch uiteindelijk weer doen met mijn eigen kledingkast die ik al heb. Of ik duik de kledingkast van mijn man in, of die van mijn moeder, of die van mijn vader. En als het dan echt niet lukt daarmee, dan wil ik wel eens wat aanschaffen. Er zijn tegenwoordig iets van 9 collecties in een jaar. Ik bedoel, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus ik denk juist dat het dan echt heel erg leuk is om kleding te huren, omdat je dan zo erg kan variëren op korte termijnen in je eigen kledingkast. Ja, ik vind het echt een top uitkomst. We give you the opportunity to experiment with your style while saving money, saving the planet and saving space in your wardrobe.